Nederland won uiterst simpel van Schotland. Maarten Stekelenburg, wel de eerste keus van Bert van Marwijk, maakte een ongelooflijke rustige indruk. Nou, dat ging vanzelf. Er was geen schot te bekennen. Welkom bij Studio Knudde. We hebben veel reacties gekregen op aflevering 1. Via de post kwamen er al 5 postzakken binnen. Onze dank is groot en wij blijven ons best doen. Van Scheringa kwam er ook een mailtje binnen. Wat een onzin dat Louis van Gaal een Beckham-lening van ons zou hebben gehad. Het was Frisia. Dan gaan we nu over naar onze reporter ter plekke, Twan Geilebeek. André Ooyer is op zijn oude dag naar PSV verhuisd. Gelukkig is de pensioengerechtigde leeftijd inmiddels opgetrokken naar 67 jaar. Die haalt de achterlijn nog wel in een dag of 2. Dankjewel, Twan. We bellen even met Harry van Rij, onze vaste PSV-deskundige. We zijn benieuwd naar zijn reactie op de Ooyer-transfer. Lieve schat, de telefoon gaat. Mag ik hem even aannemen? Harry, jij neemt helemaal niks aan. Dan ben ik mijn licht kwijt. Een nieuw fenomeen is het gebruik van de zogenaamde laserpen. Het laatste slachtoffer van dit nieuwe vorm van voetbalvandalisme is Kenneth Vermeer. Ik hoorde hem zeggen, laas erop met die laserpen. Ja jongen, je ziet geen bal meer. Ik weet niet waarom ze het doen, maar ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat het misschien familie is van Stekelenburg. Ik mag het hopen van niet. Even horen hoe het met Rutte gaat. Fred? Fred? Fred! Fred! Ja, ik hoor net in mijn oortje dat Fred non-actief is. Ik hoop dat hij bij PSV wat actiever wordt. Dit was Studio Knudde. Tot volgende week.